makkelijk, snel en betrouwbaar. Verzend vanaf nu geld naar Suriname via MoneyGram bij Haaien de Vries International Money Transfer met verschillende vestigingen in Paramaribo, Wanica en Nieuw-Nikeri. Overal in Suriname. Geld verzenden naar uw familie. MoneyGram, bringing you closer. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Ik heb iets gehoord en geleerd. Hè. Als je wil weten hoe het met een bevolking gaat, een bevolkingsgroep of van land, dan de eerste en de mensen die je moet bellen, dat zijn de artsen en de doktoren van het land. Ik ga nu bellen met een van de vooraanstaande artsen in Suriname, Asha Moongra. Dokter Moongra, hoe gaat het met u en Suriname? Ja, hi Frank. Het gaat naar omstandigheden, zullen we zeggen, gaat het wel. Zolang we nog gezond zijn, dan mogen we zeggen dat het goed gaat. Hoe gaat het met de gezondheid van het land? Nou, dan denk ik dat het heel slecht is. Een zieke patiënt? Ja, je vroeg me van het land, hè? Ja, de gezondheid van het land. De gezondheidstoestand van het land is ongezond. Ongezond. De gezondheid van het land is niet goed in ieder geval. Als we een goede diagnose moeten stellen. Ik denk dat het eigenlijk een totaal een beetje een chaos is. De financiële situatie, dat weet je al, de financiële crisis, maatschappelijke crisis hebben we ook. Als je maar kijkt naar de criminaliteit, waarmee we te maken hebben, verkrachtingen, beroepingen, verkeerscriminaliteit. Ik bedoel, dat zie je dus in ieder geval dat niet gezond is. De geestelijke toestand, denk ik, van de mensen over het algemeen, nu in het land, dat staat echt wel, dat gaat niet goed. Vele mensen natuurlijk door de financiële situatie heb je dat veel mensen doordat ze in armoede leven. Dan krijg je dat daardoor mensen op een gegeven moment, psychisch zie je ook wel, men zet het niet meer, men kan niet meer, men houdt het niet meer vol. En de maatschappelijke excessen die daaruit voortvloeien, wat ik eerder heb genoemd, die spreken dus voor zich. En daarbovenop natuurlijk de COVID, de pandemie die we te maken hebben, waar we ook nu een golf in Suriname hebben. Dat speelt natuurlijk ook parten, maar gewoon de situatie in het land zelf, dat bedoel ik eigenlijk wat beleid betreft, dat heeft natuurlijk zijn consequenties en dat is erg voelbaar. U hebt eigen praktijk, hè, als huisarts en mensen komen langs. Wat ziet u concreet dan? Wat is het, want u bent rechtstreeks in contact met het volk. Wat hoort u en wat ziet u? Wat je nou ziet is in ieder geval, behalve natuurlijk de mensen die dus COVID kregen, zie je dat mensen op een gegeven moment echt met andere problemen te maken hebben, waarbij je ze duidelijk ook uiten van, hé, ik red het niet meer. Dus doordat ze in feite dus financieel ernstig in problemen komen, dan zie je dat ze ook veel op een gegeven moment psychische problemen kregen. Hè? Dus angstig zijn, niet weten wat ze moeten doen. En dan van, ja, de kinderen moeten naar school. Hoe gaan we eigenlijk dit doen? Hoe gaan we proberen? Allerlei dingen moeten ze kopiëren. Kinderen, je moet geld geven aan kinderen. De transportkosten zijn duur geworden. Het hele onderwijssysteem ook, dat maakt vele ouders gek. En ik denk de kinderen ook. En dat op zich zie je ook dat het veel psychische stress brengt. Ook bij de ouders die de kinderen proberen te begeleiden. Maar dat kunnen ze dan niet, want ze begrepen er niks van. En dus dat op zich is ook een probleem waarmee je te maken kreeg als huisarts om te proberen te denken van ja, kijk maar wat je kan wel en wat je niet kan doen. En ook de situatie waarmee de ouders veel te maken kregen is op een gegeven moment de hele verwarring die er steeds is om dus les te krijgen via internet. Ja, dan hebben ze dus daarnaast zeg maar wel ja, via internet zou het moeten, maar de kosten van het hele zuur zijn zo hoog geworden dat ze dat niet kunnen bolwerken. Dus op een gegeven moment zijn er zoveel op alle fronten dat je verschillende problemen krijgt. Ook wat de gezondheidszorg betreft. Basiszorg is voor meer dan 130.000 mensen is dus gestopt geworden. Dus waarmee je nu geconfronteerd krijgt zijn ook mensen die onverzekerd zijn. Ik heb ook mensen die COVID positief zijn getest. Maar ze kunnen naar de huisarts gaan omdat ze dus geen verzekering meer hebben. Dus op dat gebied heb je dan ook
mensen die wat meer te maken krijgen, is ook, vooral bij mannen zie je dat, in de productieve leeftijd, dat ze dus schulden hebben. Ze moeten aflossingen doen, anderen hun auto is kapot, anderen hun bus is kapot. Maar je hebt dus geen enkele reserve meer om daaraan te voldoen. En doe je dat niet, heb je geen vervoer of je werkt je bus niet of waarom je zo bezig zijn, dan krijg je dat op zich veel stress brengt. Want dat geld, die extra kosten, normaal om eigenlijk door het leven te komen, kom je al tekort. En als er zulke dingen erbij komen, iets gaat kapot of wat dan ook wat je erg nodig hebt, dan zit je weer in de problemen, want dat kan je niet oplossen. Snap je? Ze hebben niemand die heeft reserve meer. Ja. Dus op alle vlakken eigenlijk verschillende, ik kan hier een boel vinden, maar dat kan je wel zelf verzinnen. Mm-hmm. Zie je dat op een gegeven moment, je nu al in een toestand bent gekomen, mensen redden het niet meer, ze zien het echt niet meer zitten. En dat merk je ook natuurlijk ook naar de opbelprogramma's, dat ze op hun manier proberen bleek te geven van de toestand waarin ze zijn. Als je van jou is bekend dat jij politiek heel erg onafhankelijk bent, vanaf NDT lever je kritiek en nieuwe president, je blijft kritiek leveren, waarvan respect. Zie jij verlichting dan? Want als ik met regeringstoppers praat, mensen die echt het beleid uitmaken, die zeggen van, we zijn keihard bezig en de verlichting is daar. Zie jij dat? Ja, maar keihard bezig waarmee? Om het land uit de slop te halen. IMF is binnen Suriname, toch? Slop? We gaan toch gewoon door een diepe dal nu? Ik dacht dat je bedoelde dat ze keihard bezig waren om je eigen mensen binnen te halen. Daar niet zijn ze wel goed bezig. Ik bedoel, dat kunnen we elke keer zien, toch? De friends en family die worden allemaal goed binnengehaald. Daar niet zijn ze heel goed bezig. Maar als je zegt dat je de juiste mensen binnenhaalt, toch? Dat is een ander chapiter weer. Ik bedoel, ik blijf erbij. Als je ontwikkeling wil brengen in een land, dan moet je tenminste op de belangrijke plaatsen waar die ontwikkeling teweeg moet brengen, dat je ontwikkelde mensen moet hebben daar. En als dat al niet is, dan heb je al een probleem. Snap je? Dus daar begint het al. En dat is in feite al een van de basisproblemen waar we zien wat er eerder was aangegeven bij de vorige regering. Ja, toch? En nu kreeg je die, ze had het beloofd en die heeft het maar weer gedaan. Die hele dreamteam van ze, wat voor mensen, hoeveel van die mensen die daar zitten, zijn bekend dat ze in het verleden handelingen, dingen hebben gepleegd, deskundig zijn geweest of de wijsheid in pacht hebben, om in een crisistijd te kunnen handelen. Hoeveel van die mensen zijn daar, die geplaatst zijn geworden, dan heb je een probleem. Toch, als je daarmee al begint, hoe ga je dan problemen oplossen? En dan ga je dan, de bestaande problemen kan je nou niet oplossen, dan ga je IMF brengen, prima. Toch, IMF moet nog komen en daarvan zien we nu al de dingen. Maar wat heb je gedaan om het volk eruit te helpen? Wat voor structurele oplossingen heb je geboden? Want je kan allerlei dingen gaan doen. Dan kan je naar Dubai gaan, God weet alleen wat er daar bij Dubai gesproken is geworden. Misschien weet jij dat. Ja. Maar het volk zelf weet het niet. Aha. Snap je? Wie was daar aanwezig? Bij de gesprekken was het alleen de family die aanwezig was? Wie was daar aanwezig? Want wij weten nog steeds niet hier wat daar is afgesproken. Om maar een voorbeeld te roepen. Guyana, wat wordt er allemaal precies afgesproken? We weten het niet. En wat er allemaal met de olie en gas gebeurt, dat is allemaal leuk en waar. En het is allemaal goed. Maar wat gebeurt in die tussentijd met het volk? Ja, maar, hoe moet het volk overleven? Mijn vraag was, het is ons gevraagd van, jongens, kunnen wij even die buikriem even strakker aandoen? Hebben we allemaal gedaan, maar daar moet de verlichting komen. Hè? De vraag was, zie jij de verlichting al ergens komen? Natuurlijk niet. Dat is het probleem waar we juist zitten. Er is helemaal geen verlichting. Ik begreep laatst dat de president zei dat de financieel-economische situatie, die is stabiel. Snap je? Ik weet niet, dat ik zag het leek eerder een waanvoorstelling. Oh. En misschien is het voor hem de cijfers die stabiel zijn. Dus economisch. Kijk, ik ben geen econoom, dus ik durf me daarop niet, daarover geen geweldige uitspraken te gaan doen. Maar heel simpel, als iemand die misschien simpel kan denken. Misschien is eigenlijk de cijfers voor hun stabiel. Ik weet het niet, wat de koers is in 23 nu. Maar wat heb je daarmee voor het volk gedaan? Begreep je, waar is die stabiliteit? Want ik bedoel, wanneer je in de economie bezig bent, dan kan je misschien proberen om de cijfers eigenlijk mooi te houden. Dat misschien voor handelaar of ondernemer dat mooi kan zijn. Maar daartegenover moet je ook kijken naar het maatschappelijke, toch?
hoe gaat het volk het overleven? En dan moet je proberen, denk ik, een evenwicht te kunnen bereiken. Dus net als bijvoorbeeld wanneer mensen dus lichamelijk ziek zijn, maar je hebt ook de geestelijke gezondheid. Nou, dan kan je bezig zijn met het lichamelijk alleen maar te fixen. Maar je moet proberen het geestelijk evenwicht ook te houden, dat de mens overleeft. Ik denk dat misschien een econoom dat een beetje kan zien. Maar ik bedoel, Hildenberg is toen ook bezig geweest toch om eigenlijk te zorgen dat in feite de stabiliteit moest zijn. Wat de cijfers betreft, prima. Ja. Maar wat is daarna gebeurd? Maar ik wil antwoorden. Daarna hadden we een hele goede economie. Die nullen waren weg. Die SRD was strak en stabiel. Maar kan je herinneren? Kan je herinneren? Ga maar naar in die tijd. Ga maar naar in die tijd toen eigenlijk de koers stabiel was. En dat was prima hoor, wat Hildenberg gedaan is. Daar kom ik niet aan. Okay. Maar wat hij verzaakt heeft, of wat toen verzaakt is geweest om te gebeuren, is dat je daarnaast ook moet zorgen dat het volk het overleeft. Want ga maar na, dan ga je zien dat in die tijd de armoede 60-80% bijna was. De suïcidecijfer. Was in die tijd van structurele aanpassingsprogramma SAP heette toch, toen in Suriname? Ja. Maar wat is er daarna gebeurd? Dat bedoel ik, je kan die dingen doorvoeren op die manier. Maar op een gegeven moment, is het ook misgegaan met hem, toch? Maar Asja, jij moet het weten. Bezuiniging die kost pijn. Dat moet je wel in calculeren. Dat kost tijd. Tijd en maar pijn. Tijd moment, en pijn bedoel ik. Niet alleen tijd. Maar luister nou. De tijd zelf zou je misschien kunnen gunnen. Stel, je zou de tijd kunnen gunnen. Wanneer ik weet van luister, ik moet eigenlijk een harde battle vechten. Ja toch, en het kost me even tijd. Ik moet het eigenlijk proberen te, weet je, nog naar tegenaan te gaan. Dan kan ik enigszins misschien nog proberen om te kijken tot ik misschien er bijna bij neervalt. Maar dan moet ik weten dat de mensen die daar bezig zijn op het veld, dat ze werkelijk goede dingen doen. En dat is het probleem. Ga maar nou wat zorgen. Wat gebeurt er in de gezondheidszorg? Nu dat hele ding staat op instorten. Maar ga kijken wie ze allemaal gezet hebben. Toch? Wat voor mensen er zijn. Mm-hmm. Om werkelijk oplossingen te bieden. Kijk wat er bij SZF gebeurt. Wat gebeurt bij de gezondheidszorg in Suriname? Ik kreeg toch dat. In ieder geval heb je niet gehoord dat ik begreep dat nu ook de verpleegsters van AZ gaan staken. Wat gebeurt de huisartsen die staan op het punt om staken? Ze staken omdat ze het ook helemaal niet meer redden. Financieel red je het helemaal niet. Snap je? Artsen zijn van plan om te gaan staken? Ja. Dat tenminste, ik dacht dat in ieder geval ze in on speaking terms waren met de minister. Hoe het precies verlopen is, weet ik nog zelf niet. Omdat ik nog te veel bezig ben met patiënten, dingen, et cetera. Dus ik heb niet eens kans gehad om goed nog verder te kijken wat er gebeurt. Maar huisartsen, die redden het helemaal niet meer. Begreep je? Je hebt helemaal geen geld. Dat is gewoon zo. Je weet niet eens hoe je de dag van morgen bij wijze van spreken moet overleven. Zo erg is het. Snap je? En dan kan je nog zeggen van ja, nou prima, die olie komt en ik weet niet wat er van Dubai komt en IMF komt. Ja. Maar je redt het niet. Begreep je? Je hebt gewoon geen cent in je portemonnee. Moet je een beetje geduld hebben? Maar hoe ga je geduld hebben als je niet tevreden hebt? En waarom moet je geduld hebben? Moet ik wachten tot die olie komt? Moet ik wachten wanneer IMF komt en wat er dan gebeurt? IMF is al gekomen. Of moet ik wachten wanneer men bezig is alleen maar met allerlei dingen te regelen en weet ik veel wat allemaal nog meer, terwijl het volk bezig is in feite werkelijk honger te gaan lijden nu. Zo goed werkt het toch niet? Je moet toch tenminste, en als je een plan had, want hij had een plan, diaspora kapitaal zou komen, dat zou ons helpen. Waar is diaspora kapitaal gebleven? Waar zijn al die investeerders gekomen die zouden investeren in Suriname? Waar zijn ze gebleven? Die zouden toch iets moeten doen om het een beetje het evenwicht te gaan houden nu. Dat in ieder geval de mensen het kunnen overleven. Ja. Maar vooruit die dingen komen weet ik niet wat je overhoudt in Suriname. Heb je gelezen hoeveel de criminaliteit is? Ik lees alles. Ik kan niet eens meer. Wanneer de armoede erg wordt, toch? Criminelen, die mensen worden niet geboren als criminelen. Je hebt bepaalde mensen wel met een criminele brein. Snap je? Maar wanneer de toestand erg wordt en mensen armoede lijden, dan gaan ze stelen. Wanneer je ziet dat de kosten bijvoorbeeld in het binnenland bijna 500% verhoogd is. Als je nu naar de supermarkt gaat, ja toch?
moet je dus. En ze die hebben misschien een minimale kleine dingen te kopen, dat je misschien de dag van de, vanmorgen kan leven. Dat moet gebeurd, gebeurt. Vandaag ga ik ook, behalve dat je in ieder geval financieel natuurlijk dingen zit. Bijna drie kwart, ik weet niet hoeveel van de pinautomaat die moet rondlopen, maar er is geen geld erin. Ja, geen geld in de pinautomaat. Dan moet je gaan. Ga maar naar voor iemand die bijvoorbeeld ziek is of wat dan ook, of eigenlijk niet geen geld heeft om bestie mee te zetten. Hoeveel pinautomaat je moet rondleden voordat je ergens eentje vindt die nou wel geld erin heeft. Zulke gekke dingen worden gedaan. Dus die geldautomaten hebben niet altijd geld in. Wat zei je? Zelf die geldautomaten zijn leeg vaak. Vaak, ik weet niet waarom ze het doen. Of wat ik bedoel, dat zou je in Nederland denk ik, als dat gebeurt zou zijn. Dat, hoe vaak het gebeurt hier in Suriname, dat zaterdag, zondag bijvoorbeeld, dat je bijna 10 geldautomaten moet rondgaan of meer, voordat je eentje vindt die nog geld heeft. Snap je wat ik bedoel? Ik weet niet of het een policy is, dat weet ik niet van de banken. Misschien willen de banken dat jullie giraal en digitaal zaken gaan doen, geldzaken, financiën. Nou, ik zou je zeggen, vandaag zat ik, was ik bij een Chinese supermarkt en ik heb dus giraal willen pinnen. Mm-hmm. Maar die zei me, ja, ik kan niet giraal pinnen. Nee, snap je? En ik moest een paar plaatsen verder gaan voordat ik eigenlijk een pinautomaat kan geven. Maar kijk, daarmee geef ik alleen één ding aan, hè, van het is gewoon chaos. Het is alles chaotisch. Politiek is het chaotisch, waardoor het vertrouwen in feite bij het volk ook er niet is. Het beleid is eentje waarvan je niet weet van wat gaat er morgen gebeuren, want er wordt heel veel gezegd. Maar de mensen, die zien het niet, ze voelen het niet. En de problemen worden steeds groter. Ik bedoel, ik zie het voor mezelf ook. Ik bedoel, ik vind het niet erg om het te vertellen. Het is gewoon zo. Ik hoef me niet te schamen. Mensen moeten zich schamen dat ze ons in zo'n situatie hebben gebracht. Ik ben arts en ik ben iemand die jullie aan te lief. Ik ben met het simpele, ben ik al tevreden. Ja toch? Maar ik moet om eigenlijk rond te komen, moet ik geld lenen, want ik heb geen geld. Eén van de maand nu. Het klein beetje dat je hebt, dat ik denk, oké, de verpleegsters willen, de mensen die bij me werken, willen ook verhoging hebben. Op een gegeven moment zeggen ze gaan weg. Ik heb ze dan gezegd, oké, ik ga je verhoging geven. Maar ik weet bij God nog niet hoe ik het ga betalen. Oh, dus ook voor jou als arts. Ben je huisarts. Ook voor jou als arts is er voorlopig geen luxe vakantie in, cruise. Ik ben al 5 jaar niet met vakantie gegaan, Jezus, de vorige regering. Ja, is de vorige regering. Je hebt nog Dubai gezien, jongen, je hebt geluk. Yo, daar gaat de vakantie plannen, zeg. Dus voorlopig ben je aan de grond. Nee, vakantie, daar kan men voorlopig. Kijk, de mensen die stelen, mensen die de kleine groep die zich erg verrijkt heeft in Suriname. Het verschil is heel groot geworden tussen arm en rijk. De middenklasse is bijna komen weg te vallen. Oei. En je kan het al simpel zien van hoe lang je nog wil wachten om voordat er iets gebeurt. We moeten eerlijk zijn, hè, artsen, dat zijn toch de elite van een land, ook in Suriname, dat zijn de mensen die die geld in overvloed hebben. Nee, dat is een verkeerde interpretatie. Artsen, die hadden het... Advocaten. Geval, konden ze een normale politici, konden ze een normaal ministers. Bestaan leiden, absoluut. Weet je, als je hard werkt en je betaald werd, dan kan je dat doen. Uh-huh. Maar dat is de laatste 10 jaar niet meer in tel. Ik weet niet als je nog vergeten bent of dat je nog kunt herinneren dat tijdens de vorige regering was er een gezondheidscrisis. Ziekenhuizen waren failliet aan het raken bijna. Specialisten werden niet betaald. Ik kreeg bijvoorbeeld als huisarts, ik had het nog vaker bij je gezegd ook, eind van de maand kreeg ik geen geld. Ik moest dan in feite, kreeg je misschien een beetje betaald eerste maand, of een paar dagen, misschien een week of zo, na eind van de maand. Dan kreeg je een klein beetje, nou dan bleef je ook nog rood, daarna kreeg je weer een klein beetje briefje, was je dat je nog roder, snap je? En op die manier, en toen werd dus dat ding gelanceerd van, ja, artsen zijn, hoe noemen ze dat? Geldwolven. Ja. Dus dat werd nooit naar buiten gebracht om de publieke opinie natuurlijk te gaan beïnvloeden. En tussentijd werden we eigenlijk niet geroofd. Ja, maar als jij weet toch dat een Suriname specialist, een specialist in Suriname veel meer verdient dan een specialist hier in Antonius ziekenhuis of Erasmus nee. Academisch. Ik denk dat wat die fout die je maakt, hè. Uh-huh. Ik heb facturen gezien van uw collega in Suriname en facturen hier in Nederland. Dus ik kon die vergelijken maken. Ja, maar luister, wat je wel naar je rekening mee moet houden, is natuurlijk de koers die cursus liggen, de waarde van je geld. De waarde van je geld is met 1/3 ontwaard. Snap je?
Dat moet je in ieder geval goed beseffen. Je geld is 1/3 waard. Dus wanneer je praat, tenminste in Nederland natuurlijk, de specialisten, hun geld heeft waarde. Ze kunnen daarmee plannen, ze kunnen allerlei dingen gaan doen. Maar hier is dat niet zo. Tegen de tijd dat je betaald moet worden, met de manier waarop je eigenlijk voor de gek gehouden wordt. Ook de specialisten die keihard werken. Heleboel van ze zijn in het klinische gedeelte. Dat we dus opnamen in het ziekenhuis. Zijn ze vaak lang niet betaald geworden zelfs. En ze bleven maar doorwerken. Want op een gegeven moment hoorden ze van ja, het ziekenhuis moet ze betalen. Maar het ziekenhuis kreeg geen geld van ziekenfonds, et cetera. En ze kunnen daar niet op tijd geld krijgen. En het ziekenhuis zegt nee, financiën moet me geld geven. Maar daar is er geen geld, daar krijg ik ook geen geld vandaan. Weet je hoeveel van ze eigenlijk nog geen geld hebben gekregen voor het werk dat ze keihard hebben gewerkt. En die hebben ook allemaal verplichtingen. Snap je? En bij ons ook. Ik heb niet eens geld, mijn stethoscoop is stuk en ik kan geen stethoscoop kopen. Mijn otoscoop is stuk en mijn oren bekijken, ik kan geen otoscoop kopen. Zijn houtluis hebben we polio opgegeten. ik kan het niet verbouwen. Mijn zus moet mij helpen om mijn polio te komen helpen verbouwen. Terwijl weer een jaar kan ik het niet verbouwen. Dat zijn dingen waarmee we te maken. Kijk, mijn auto is stuk. Uh-huh. Die kan niet gerepareerd worden. Weet je? Gelukkig hebben mijn oom, mijn familie, mijn zus en zo hebben geld bij elkaar gezet. Hebben ze auto voor me gekocht. En dan had ik geen auto om die nog te rijden. Om maar een voorbeeld te geven. Ja. En nogmaals, ik koop geen diamanten en geweldige dingen. Dat doe ik niet. Een simpel leven van benodigdheden. En dat is wat is mijn voorbeeld. Ik vind het niet erg om het te vertellen. Maar zo zijn er vele collega's. En wat je niet moet vergeten. Hier helpen we ook door de situatie die we hebben de laatste 10 jaren. Heb je dat vele mensen in armoede liepen, dat betekent die oudjes. Met het pensioen die ze hebben. Hoeveel is dat waard? Het is niks meer waard. Is er wat aan gedaan voor hun? Niks. Dus ook de mensen die werken en een beetje geld verdienen, die zorgen ook voor hun ouders. Die moeten zusjes en broers soms helpen. Zo lief voor hier. En als jouw geld zijn en niks waard is, hoe ga je doen? Ha, het is, ja, ik begrijp het. Ik snap het. Het klinkt niet rooskleurig, zoals je het vertaalt en vertelt hier. Nee, het is erg. Het is eng. Maar ergens, weet je, iedereen is bereid om offers te brengen. Maar ergens moet het toch... Dat is nu zo'n woord. Ik wil offers brengen, Frank. Ja. Luister even. Maar ik wil offers brengen, maar niet met ik met idioten te maken heb die me eigenlijk regelrecht de afgrond inbrengen elke keer. Dat is het probleem. Ja. Je wil offers brengen, maar je wil offers brengen met perspectieven. Je wil perspectief zien. Ik moet weten van luister, nou, misschien kan ik nog om een keer vragen. Om mag ik nog eventjes deze maand of 2 maanden bij je lenen? Of kan ik die vragen om nog wat geld bij me te lenen? Wat voor mij schandalig is. Wanneer ik weet dat nog even een paar maanden dat en dat komt en zo. Weet je wel, die mannen zijn werkelijk hard bezig daar. Weet je wel, goede mensen. En ik kan het doen. Maar als ik dat niet zie. Dan word ik ook bang. Want ik ben niet gewend dit te doen. Snap je wat ik bedoel? Het wordt wel gezegd, hè? Het wordt wel gezegd dat er hard gewerkt wordt. En dat er een licht is aan het einde van de tunnel. Dat paal ligt er. Normaal licht. Want nu heb ik een probleem, want ik 2 maanden achter met IBS-rekening van 2300 SRD per maand. Wow. En ik weet dat 2 maanden achter, ik ben bang als ze me een van die dagen gaan afsluiten. Waar is dat licht van je? Ja, dat zegt... Want mijn salaris is niet hoger geworden. Nog erger nog. De minister is bezig te bezuinigen wat artsen. Ik weet niet wat hij bezig is te doen. Maar in ieder geval 130.000 mensen zijn weggehaald van basiszorg. Dat betekent dat onze salaris bijna van mede geval met 1/3 minder is geworden. En 1/3 is de koers eigenlijk. Weet je, dat zeggen van 7 naar 23. Dat betekent mijn salaris is 1/3 waard. 1/3 bijvoorbeeld van mijn salaris is weg. Op 1/3 moet ik leven. Ja toch? En dan moet ik daarna de IBS-rekening betalen, ik moet telefoon betalen, ik moet internet betalen. Ik moet al de kosten die ik heb voor mijn polie moet ik betalen. Ik moet mijn verpleegsters betalen, die assistenten die bij me werken betalen. Ik moet de schoonmaakster betalen, ik moet de tuinman betalen. Als iemand boerderwerkzaamheden voor me gaat doen, ik probeer zoveel mogelijk zelf, maar dat red je niet, moet ik ook betalen. Daarnaast heb ik mijn huishouden, ik moet daar ook stroom betalen en ik ga zo doorgaan. Waar ga ik het geld vandaan halen? Vertel me. Bij de bank? Ik weet het niet. Ik roep iets. Bij de bank bijvoorbeeld. Wat denk je dat de bank daar geld voor me gaat gooien van ergens van de hemel of zo? Van Luther, ja, dat komt daar. Nou. Ik wil ook iets heel, toch niet realistisch.
Je bent kredietwaardig, dus ik denk, ja, waarom zou die bank het niet doen? Kredietwaardig, elke keer sta ik op bijna nul, dan hoe kredietwaardig ben ik? Wat voor dat geld gestort is, dat geld al weg. Snap je dat niet? Hey, luister, hey, we gaan niet zo privé hier, hè? Wat zei je? Gaat heel privé, joh. Ik ben een open boek wat dat betreft. Ik vind niet erg. Ik vind alleen maar, ik zeg wat ik meemaak, maar zoveel zullen er meerdere. Anderen misschien durven ze niet te zeggen. Nee, van jou is ik kom me niet te schamen. Zij moeten zich schamen dat ze op die manier ons eigenlijk, die hier blijven werken, omdat we van het land houden, dat eigenlijk ze ervoor zorgen dat we niet op een menswaardig bestaan hebben. En waarom ben je dan boos? Als het zo is dat er geld te halen is om het te veranderen, waarom doe je het niet? Waarom ga je dat geld niet halen bij die multinationals? Ja toch? Daar kan je toch geld gaan halen? Als het niet goed gaat in het land. Pardon. En ze niet mama schoot meer als zoveel jaren. Dan moet je toch met ze aan tafel kunnen zeggen van luister jongens, toen was het goed. Maar nu hebben we dollars nodig en snel ook, want mijn volk redt het niet. En als IMF komt, is het nog erger, gaan we nog meer hangen. Toch? Die zijn er al, hoor. Dan ga je toch met IMF praten, met al die multinationals. Dat, waarom doe je dat niet? Uh-huh. Waarom ga je die schootsorten niet ordenen? Dat zou je toch doen? Okay. Als met het geld van de grootsector krijg je dollars binnen. Dan kan je toch daar niet wat doen? Ja, maar het is... Ja, waarom inderdaad... al die 40.000 plusrieven? Die 40.000 Brazilianen die eigenlijk elke keer ons schoot hier wegbrengen. Waarom doe je daar niks aan? Begrijp wat ik bedoel? Ja, ik begrijp je helemaal. Je had dat toch beloofd? Daar kan je toch geld snel weghalen? Al die mensen die corruptieve handelingen hebben gepleegd. Waarom ga je dat geld niet daar halen? Hoe komt het dat je al die geweldige beveiligingsdingen hebt en je niet waar hoefdraad uithangt? Hoe kan dat? Hmm. Ik bedoel, hadden ze zoiets verkocht bij jullie in Nederland, hadden jullie dat gepikt? Dat de minister daar zegt, wel eens, jongens, sorry hoor, maar die man is weg en ik weet bij God niet waar hij is. Nergens. Maar hij was wel even toen je beëdigd werd. Nergens in de wereld zo, man. Waarom vind je dat wij dat eigenlijk normaal moeten vinden? Dat we dit normaal moeten zien. Waarom is het zo dat wanneer je bijna 80 of ik weet niet hoeveel ministers thuis zitten, die niet eens een maand hebben gewerkt, of ik weet niet hoe lang ze hebben gewerkt, dat al die mensen tot hun doodsalaris kregen? Ja toch? Maar wij die hard werken, begrijp je, kunnen wij niet eens overleven. Al je kader verlaat het land. Zie je niet, lees je geen berichten, Frans. Als al die mensen het hier in Suriname hebben, waarom zouden ze het land willen verlaten? Hoeveel verpleegkundigen worden geronseld vanuit Nederland? Hoeveel onderwijzers worden geronseld? Waarom? Als het goed gaat, zouden ze weggaan? Is het omdat ze vertrouwen hebben? Of dat ze moeten zitten, dat ze tot erbij neervallen, dat ze gras moeten gaan eten? Voordat ze weg moeten gaan uit het land, verwacht je dat? Want waarop moeten we nog wachten? Op betere tijden? Betere tijden zie je ze. Ik wil ze graag zien. Ik zie ze niet, maar ik ben niet ter plekke. Maar als ik hoor, als ik interviews maak, dan zou ik weer voor deze mensen stemmen. Direct. Zie je? Als ik interviews maak met ministers en president, dan krijg ik hoop dat ze echt oprecht bezig zijn en goed bezig zijn en dat het binnen afzienbare tijd goed zal gaan met het land. Ik geloof dat je eigenlijk heel... Ik geloof dat je hele leuke tijd hebt gehad in Dubai. Waarom? Ik geloof dat je hele leuke tijd hebt gehad in Dubai. Zoals mijn vorige regering, Jos, ook vertelt wat hier in Dubai gaat worden. Ja. Jij hebt Dubai kunnen zien, zelfs met deze regering. Nou, maar wat wij zien is ellende hier, hè. Ja, maar dat is, ik denk, elk begin is moeilijk. Die zeggen, ze hebben een lege staatkas overgenomen en het kwam goed. Ja, zullen we daarop houden? Ja, maar je zegt, elke begin is moeilijk. Ja. Weet je ongeveer hoe lang deze regering al aan zit? Bijna anderhalf jaar. Ja, en kan je herinneren waarom het volk is gaan stemmen voor ze? Wat ze allemaal zelf, die herstelplannen waren. Vertrouwen herstelplan Digba. Maar wat is hersteld geworden in de tijd? Alleen maar posities van family en friends. En allemaal die nu eigenlijk zitten te vechten. Als ik weet niet, als kattenhonden zitten ze niet te vechten daar. Terwijl het volk nog meer in ellende zit. Moet veel gebeuren. Ik hoor dit zeggen, Asja Mungra. Ik dank je. Question voor een fijne voortzetting van deze zondag in Paramaribo. En vooral ontspannen blijven. Ik bleef ontspannen. Okay. Maar jij hebt me getriggerd, is jouw schuld. Ik spring heel snel weer, Asja Mungra. Ik sta in Suriname. Je luistert naar Standvaste Radio.
Heb je ons gemist? Check ons op standvastradio.nl.